niet old-fashioned, maar wanneer je in de Dolomieten bent, dan moet je volgens mij met Italiaanse bakken en Italiaanse groepsets fietsen. Al was voor gravelaars tot voor kort de keuze wel beperkt tot deze Campagnolo Ecar groepset. Maar ze zijn een paar maanden geleden in Vicenza met iets nieuws op de proppen gekomen. Ecar GT. En dus moest ik er gewoon van profiteren, nu ik hier toch ben, om die Ecar GT en Ecar eens met elkaar te vergelijken. Eerst even flashback naar 2021. Dan lanceert Campagnolo deze Ecar groepset, zijn allereerste gravel groepset. En van de drie grote onderdelenfabrikanten is Campagnolo de eerste die met een 13-speed groepset op de markt komt. Ook opvallend, terwijl zowel Shimano als RAM voor hun GRX en Explore groepsets volop op elektronisch schakelen beginnen inzetten, blijft Campagnolo voor deze gravel groepset trouw aan mechanisch schakelen. Die Ecar groepset is ook wel licht. Hij heeft een geclaimd gewicht van net geen 2 kilo en 400 gram en daarmee zat hij bij de lancering toch een stuk onder de mechanische groepsets van Shimano en SRAM. Er werd de keuze gemaakt om Ecar enkel met een single voorblad aan te bieden. En op die 13-speed cassette heeft het kleinste kroontje amper 9 tanden, wat er dan weer voor zorgt dat de stapjes tussen de verschillende versnellingen toch vrij beperkt blijven. Het enige probleem met die cassettes, dat was de vrij beperkte keuze qua vertandingen. Je hebt bij Ecar de keuze uit een 936 cassette, een 942 of een 1044. Qua voorblad heb je de keuze uit een 38, 40, 42 of 44 tands voorblad. Enter Campagnolo Ecar GT. Misschien wel het belangrijkste kenmerk van die Ecar GT groepset, dat is de ruimere vertanding die mogelijk is. Je kan een Ecar cassette kopen met een 936 vertanding, een 942, een 1042 en ook een 1048 cassette zoals deze hier. En ook voorrang kan je nu een krankstel kopen met een 36 tands tandwiel. En die combinatie 36 tands tandwiel vooraan, 1048 cassette achteraan, dat zal avontuurlijke gravelbikers en bikepackers allicht als muziek in de oren klinken. Ik kan alleszins zeggen dat die vertanding mij hier heel goed van pas is gekomen al in de Dolomieten op de steile hellingen. Ecar GT is ook iets robuuster en duurzamer. De krankarmen die zijn bijvoorbeeld gemaakt van aluminium, terwijl dat bij de vorige Ecar nog carbon was. Daardoor is die groepset een stukje goedkoper geworden, maar ook iets zwaarder. Volgens Campagnolo weegt de Ecar GT groepset 2 kilo 700 gram en daarmee is hij ongeveer 300 gram zwaarder dan de gewone Ecar. Aan de Ergo Power shifters is het verschil tussen Ecar en Ecar GT misschien wel nog subtieler. Enkel de remgreeprubbers die hebben wat meer profiel gekregen om meer grip te bieden. Maar het krulstaartje aan de opschakelknop die is behouden gebleven, zodat je hem van in de beugel nog altijd goed kan bedienen. En opschakelen gaat nog altijd met 1 tandje tegelijk en afschakelen kan met 3 tanden tegelijk, net als bij de vorige Ecar. Ik moet eerlijk toegeven, qua rijgevoel merk ik amper verschil tussen die Ecar GT en de Ecar groepset. Wanneer de kabelspanning en de derailleur precies zijn afgesteld, dan schakelt ook Ecar GT heel snel en trefzeker. En aan de remmen is eigenlijk niks veranderd. Die waren 3 jaar geleden bij Ecar al top en dat zijn die dus ook vandaag nog altijd. De remmen van Campagnolo zijn super goed te doseren, ze bieden heel veel remkracht en je hebt heel weinig last van piepende of krijsende schijfremmen in natte omstandigheden. Dat brengt mij tot slot bij allicht een van de belangrijkste punten, namelijk de prijs. Ecar GT kost €1.490. Ecar, toen dat die bij de lancering uitkwam, kost die ongeveer €1.700. Maar je kan die bij verschillende webshops wel al voor veel minder kopen dan €1.700. Officieel een prijsverschil dus van zo'n €200. En de vraag is dan, waarom zou je in godsnaam nog een gewone Ecar groepset kopen? Enkel voor het gewicht en de fancy looks? Ik vraag het mij eerlijk gezegd ook een beetje af. Schieten ze zichzelf bij Campagnolo niet in de voet door die prijs zo dicht tegen die van de originele Ecar te zetten en door de verschillen zo subtiel te halen? Het is alleszins wel mooi dat Campagnolo zijn gravelonderdelen een stuk toegankelijker heeft gemaakt voor het bredere gravelpubliek. Ik ben sowieso fan van de supercomfortabele shifters, van de prima remkracht en van die extra versnellingsopties. Zeker hier in de bergen kwamen die supergoed van pas. Campagnolo Ecar GT, zou het iets kunnen zijn om op jouw gravelbike te monteren? Laat het ons weten in de comments onder deze video. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Zo krijg je onze video's altijd als eerste te zien. Grazie mille voor het kijken en
Alla prossima. Ciao.